Hoi, hoi. Even kijken of dit allemaal werkt. Yes. Ik zie wat kijkers verschijnen. Even kijken of er ook gereageerd wordt. Yes, gevonden. Hoi, hoi. Ik was al zo lang niet meer live geweest op Facebook. Ik moest even mijn scherm kantelen en iets anders instellen. Superleuk. Hoi hoi. Hier regent het, dus niet erg om even binnen te zitten. Gezellig. Ik hoop dat het beeld en het geluid goed is. En dan gaan we leuke dingen doen. Ik heb mijn schriftje zo klaargelegd. Oh ja, ik zat op Instagram op je te wachten. Nee. Ik hoop dat iedereen dat doorheeft, dat het dus hier is. Maar ik ga de video na de tijd ook opslaan op YouTube. Dat is soms net even weer wat makkelijker te vinden. Dus dan zorg ik in ieder geval voor dat wat we gaan doen, dat het terug te vinden is. Dus mocht je terug willen kijken, kun je altijd even vooruit spoelen. Omdat we altijd even moeten opstarten. Nou, super gezellig dat jullie er zijn. Ja, ik dacht eigenlijk doe ik ze nooit bij elkaar. Ik vond het wel leuk om al mijn oefenschriften een keer laten zien. Want sommigen zeiden: Goh, zijn er al zoveel? Dat wist ik helemaal niet. Dus ik ben begonnen met één. Dat was eind 2017 alweer. Dat is al bijna 4 jaar geleden. Of nog maar 4 jaar geleden. Ik weet ook niet hoe je het moet zien. Dus en sindsdien ben ik ook bezig op dit creatieve vlak, zeg maar. Dus mijn beroep is eigenlijk totaal veranderd. En dat is sinds dit eerste oefenschrift eigenlijk, nou, iets eerder, omdat ik het eerst heb moeten maken. Dus ik dacht, ik blader er doorheen en dan maken we één of twee leuke oefeningen. En dan kan ik het direct even mondeling toelichten en dat is wel leuk. Dus je hoeft de oefenschriften niet te hebben als je mee wilt doen. Je hebt alleen wel wat papier nodig. Ik ga natuurlijk even mijn eigen papier promoten, maar dat hoef je natuurlijk niet per se te hebben. Ik heb altijd heel lang gezocht naar goed papier en dat is dus het papier wat in deze blokken zit. Dit is 120 grams, iets dikker papier. En dit is 200 grams en dat ik noem altijd glad papier. En er vroeg al iemand, ja, hoe weet je nu of het glad papier is? Nou ja, je kunt het echt wel voelen. Het lijkt alsof het net even iets plasticachtig is, maar zoals ik misschien wel vaak heb gezegd, als je glad papier zoekt, dan moet je dus eigenlijk printerpapier hebben voor kleurenkopietjes voor de laserprinter. Dus mocht je een groot pak vel papier willen halen bij Bruna of bij een kopieerwinkel of iets anders bij je in de buurt. Het normale HEMA of kruidvat printerpapier voldoet dus niet. Je moet dus printerpapier hebben voor kleurenprintjes voor de laserprinter. Color laser paper of Pro Laser, Pro Color. Nou, zo heet het ongeveer. Nou ja, dat heb ik dus hier in mijn blokje zitten. En dat is niet te stroef, want dat is niet goed voor je brushpennen. Daar gaat het om. Want waarom zou je dat dan speciaal papier willen hebben? Je wilt papier wat goed is voor je brushpennen. Dat was ook nog weer een vraag. Met welke brushpennen schrijf je graag? Eigenlijk met de pennen waarmee ik ook ben begonnen te oefenen. Ik zit hier even bij mijn pennenwinkeltje. En dan heb ik een Pentelpen. En waar ik echt mee ben begonnen te oefenen, dat zijn de pennen van Edding. Dat zijn dus de Edding 1340 brushpennen. Daarmee ben ik dus begonnen te oefenen. De Pentel Touch voor de wat kleinere letters. En de Edding gewoon voor de middelmaatletters. En daar heb ik ook dit hele boek mee gemaakt. Dat was dus mijn eerste pen. Hier staan meerdere soorten pen op. Dus je kunt de oefeningen ook heel goed doen met een Tombow of met een Ecoline. Ik weet niet wat jij in huis hebt. Dit is een Ecoline. Dit is een Tombow. Ik heb wel eerder eens laten zien dat als je even de top eraf haalt,
Even een kleine intro hoor, voordat we beginnen, voor degene die er allemaal niet zo heel bekend mee is. Dat dus de pengroottes, die verschillen nogal, zie je dat? De punten. Dus als ik ze een beetje op volgorde leg naar die, dan, het gaat vooral om de lengte. Want daar kun je dus de grootte, hoe langer dus je punt, hoe groter je letters kunnen worden. Het gaat dus niet zozeer om de breedte, want de Ecoline is best een stevige brede pen. Maar dit kun je niet super grote, dikke letters mee maken. Dus met een Tombow. Dus als ik die helemaal plat neerleg, dan kan ik dus echt een hele flinke streep maken. Die is dus net zo breed, bijna, nee, je kunt hem niet helemaal plat leggen misschien, als de lengte van je punt. Dus wil jij grote letters maken, dan zul jij dus ook een lange punt moeten nemen. Dit is de Edding. Dit is de Ecoline, beetje scheef. Dus de Ecoline is niet zo breed als de Tombow. En dus dit is de Pentel. Dus breder gaat hij niet, want de punt is gewoon niet langer. Dus dat gaat niet lukken. Dus daar kun je je pen op uitzoeken. Dus hoe groter de pen, zeg maar, dan kun je ook dus hele grote letters maken. En als ik dus met zo'n Pentel pen die letter maak, dan kan ik ook grote letters maken. Maar ik krijg natuurlijk nooit die dikte. Zie je dat? Dat is echt een verschil. Dus ken je pen en dan weet je welke je moet kiezen. Nou, ik vind dus die Edding heel fijn. Die schrijft gewoon, die is een beetje, de Ecoline is heel wat zachter. De Edding is wat stugger. En de Pentel is ook wat stugger. Dus daar kun je heel goed mee aan de slag. Nou, dit was even een korte uitleg. Nou, oefenschrift 1. Dat is dus eigenlijk een oefenschrift, zoals het al over staat, van A tot Z. En cijfers. En dat is dus één lettertype met basisoefeningen. Dus er staan allemaal cijfers in. Dat is oefenschrift 1. Nou, één oefening om, zeg maar, aan elkaar te leren schrijven. En voor de rest eigenlijk één lettertype, zeg maar. En dan leg ik eigenlijk aan het begin uit dat de letters vaak uit meerdere vormen bestaan. Dus gaan we gewoon even lekker een oefeningetje doen. Dit is misschien niet zo interessant voor de gevorderde, maar wel weer interessant voor iemand die net wil beginnen misschien. En daarvoor is dit boek dus nummer 1. Dit is die ook heel geschikt. Gewoon lekker wat basisoefeningen. En dus we gaan wat oefeningetjes gewoon doen en dan loop ik er even doorheen. Die Koi Coloring Brush zie ik nog staan. Boah, gaat van hak op de tak. Die heb ik hier. Die kan ook goed. Maar die moet echt glad papier hebben. Want deze punt is nog gevoeliger dan de punt van dan de andere punten. Die geeft ook een hele mooie. Die is wat lang. Ja, wat zit hier in de lengte? Een beetje tussen de Edding en de Tombow in, zeg maar. Qua punt. Dus dit was die Tombow, Edding, Ecoline hebben we gehad, Pentel, nou ja, er is zoveel te verkrijgen. Koi, ik laat ze even hiernaast liggen. Dat is het handige aan Facebook, dan kun je dus alles hier zo in het beeld laten liggen, dan kan iedereen wat zien. Nou, we gaan gewoon even wat proberen. Misschien dat mijn stem iets anders wordt, want ik ga even zitten. Ik moet staan, want mijn... Het is, je wilt niet weten hoe ik erbij sta. Maar ja, ik kan al een keer behind the scenes geven. Dus ik probeer ook af en toe even te gaan staan. Maar ik wil even met wat basisoefeningen. Het lijkt heel simpel, maar van die boogjes oefenen. Dat is wel echt als je eenmaal weet hoe je het moet oefenen. Dus ik ga lekker oefenen met de Edding pen. Want daar heb ik dit boek ook mee geschreven. Ik heb het hele boek dus met de hand geschreven. En ingescand. Even kijken. Oh, hoe makers. Ja, die gaan ook goed. Maar dan is weer, moet je wel even oppassen met welk papier je gebruikt.
Dus het lijkt wel vrij simpel. De basis is dus inderdaad brushlettering. Wat doe je eigenlijk? Je drukt je punt op het papier. En die punt is flexibel. Dus als je die op het papier drukt, dan krijg je een soort druppelvormpje of streepje, afhankelijk van je brushpen. En dus dat streepje, dat is de breedte van de lijn die je kunt maken. En dan zet je dus je punt op het papier en die trek je als het ware naar beneden. En bij brushlettering zit er een volgorde in. Alles wat je naar beneden schrijft, dat dik je op door dus de punt op het papier te zetten. En daar moet je in het begin best wel over nadenken. Linkshandigen kunnen ook zeker meedoen. Ik zal af en toe even afwisselen. Want het is eigenlijk een spiegelbeeld werken. Het is voor mij allemaal een beetje automatisme. Want een rechtshandige, om een mooie dikke lijn te krijgen, wil ik dus de lengte gebruiken van mijn brushpen. En dan zorg ik dus dat mijn punt naar links wijst. En dan haal ik hem naar beneden. En voor een linkshandige wil ik dus ook zo'n mooie dikke lijn. Dus dan moet ik dus zorgen dat mijn punt naar rechts wijst. Nou, dat wordt een beetje wiebelig. En dan haal je op die manier de punt naar beneden. Dus je gaat niet de pen naar je toe laten wijzen. Want dat werkt niet, want dan ga je de breedte van de punt gebruiken. En dan krijg ik wel een wat dikkere lijn. Maar dan kan ik dus niet heel mooi gaan brushletteren. Daar zit geen mooie vloeiende overgang in. Ook voor een rechtshandige. Hij wijst dus niet naar je toe. En ook niet een beetje schuin. Hij wijst echt naar links. Misschien heel iets schuin, maar hou het maar gewoon aan. Hij wijst naar links of naar rechts. En dan moeten we dus nog naar die dunne lijn. Want bij brushlettering is het een afwisseling dus van dikke en dunne lijnen. En bij mij is het inmiddels een automatisme. Terwijl ik dit doe, dat heb ik mezelf aangeleerd, dan hoef ik daar niet mee over na te denken. Maar als je begint, dan moet je dat dus wel. Maar daardoor is het ook heel zen om te oefenen, want je bent echt even helemaal alleen met je pen bezig. Dus het is heel, heel mindful om dit te oefenen. Je wilt dus van die bochtjes maken. En dat zijn die oefeningen die hier dus voor in het boek zitten. Dat je bijvoorbeeld een uurtje, dat je van dik naar dun gaat. En hoe krijg je dat nu voor elkaar? Want hij moet een keer opgetild worden. En dat is hetzelfde met het oefeningetje van dun naar boven en dik naar beneden. Hier zit een overgang in. Ik zie nog wat vragen. Druk je altijd zo hard dat je ook echt dat geluid moet horen, zeg maar. Dat is wel een beetje afhankelijk ook van de pen. Ik druk wel vrij hard, want ik wil graag mooie, dikke lijnen. Maar ja, ik denk wel dat het ook een beetje aan de pen ligt. Moet ik even dit. De Ecoline, die hoor je minder. Die punt is wat slapper. Het kan ook zijn omdat ik wat nieuwere pennen heb. Dus hoe nieuwer de pen, hoe meer geluid je hoort. En dan zal ik nog even een trucje vertellen voor die overgang. Want je denkt, hé, ik ga dik naar beneden. Je dik naar beneden en dun naar boven. Dat het deze richtingen zijn, zeg maar. Een V. Maar dat is het dus niet. Het is namelijk een. De beweging is dik naar beneden. Dan ga je hem optillen. Dan ga ik dus naar rechts en dan ga ik naar boven. Ik overdrijf het nu heel erg, hè, om jullie het even uit te leggen. Dus je gaat dik naar beneden. Dan heb ik een moment dat ik hem optil. Dus je bent met je pen, zeg maar, je punt van het papier aan het halen. Dus je duwt niet meer met je vingers. Dus je hebt hem, ja, het is gewoon hoe je hebt geleerd schrijven op school. Dus niet heel veel bijzonders aan, maar misschien heb je zelf wat anders aangeleerd. Dan moet je misschien even weer wat afleren. 45 graden, niet rechtop, hij hoeft niet heel plat. En dan kan ik dus dik. Ik ga hem optillen, dus ik ga die kant op als rechtshandige. En dan ga ik pas naar boven. Dus dit moment, dat is dus geen V. Daar zit nog wat tussen. En daar moet je even je tijd voor nemen. En met een rechtshandige bij deze vorm, dan trek ik mijn pen van het papier.
En voor een linkshandige, dan ga ik dus dik naar beneden. En dan duw ik mijn punt naar rechts. En terwijl ik duw, haal ik hem van het papier af en dan ga ik naar boven. Oh, wiebel, wiebel. Maar je ziet het verschil, hè? Dik en dun. En dus een linkshandige. We gaan allemaal dezelfde kant op, maar je hebt een andere duwbeweging nodig. En dat is hetzelfde als je deze gaat doen. Dan heb ik dus als linkshandige het voordeel dat ik hem neer kan leggen. En dan moet ik een beetje duwen. Dus als linkshandig en ik wil deze maken, dan ga ik ook weer de bovenkant. Dus ik ga niet dun omhoog en direct dik naar beneden. Want dan krijg ik geen mooie overgang. Dan krijg je zo'n kartel erin. Ik ga dun naar boven. Dan leg je je punt neer. Dus ik ga naar rechts. Terwijl ik hem neerleg, schuif ik hem naar rechts. En dan haal ik hem pas naar beneden. En voor een rechtshandige is het dus dun naar boven. Ik leg hem neer en dan haal ik hem pas naar beneden. Dus je moet even bij deze, dit zijn echt de basisvormen. Als je dit kunt, dan kun je brushletteren, want dat heb je bij alles nodig. Of je nou een A maakt, overal zitten die U'tjes eigenlijk, die bochtjes. Je bent constant bochtjes aan het maken. Bij een J, hier zit een bochtje, bij een K, hier zit een bochtje. Dus je hebt dit soort bochtjes, die moet je goed onder de knie krijgen. En dan kun je alle letters maken. Ik krijg de lijn echt niet zo dun met Ecoline. Ik heb de neiging om de brushpennen bovenaan vast te houden om een dikke lijn te krijgen. Dan ligt bijna mijn pen plat. Dat hoeft dus echt niet, want als mijn pen heel plat ligt, ik heb even een blokje gepakt. Stel dat dit mijn papier is en ik ga mijn punt heel plat leggen, dan raakt eigenlijk, zeg maar, de penhouder raakt mijn papier. En dat is helemaal niet handig, want ik wil echt, ik zal even een witte achtergrond maken, dat je het kunt zien. Ik wil dit doen. Even mijn vinger weg. Dit kan die pen, zie je dat? En dat kan hij niet als ik hem heel rechtop hou. En dat kan hij ook niet als ik hem heel schuin hou, want dan kan ik niet zo'n mooie dunne lijn maken. Ik krijg een heel mooi dun lijntje, dus door hem ongeveer 45 graden, dan kan ik net dat puntje je papier laten raken. En ik krijg een hele mooie dikke lijn door hem even op het papier te drukken. Dus deze beweging, dat kunnen die brushpennen, daar kunnen ze, dat is helemaal geen probleem. En dan kom ik vanzelf bij die vraag van het Ecoline. Een Ecoline pen is heel flexibel. Daar hoef ik helemaal mijn best niet voor te doen. Dus dan is een dun lijntje weer moeilijker, omdat ik dan, ja, die punt die wil gewoon op het papier. Ik hoef niet eens, ja, als ik hem al op het papier zet, heb ik al best al, gaat hij al slap hangen, zeg maar. Dus dat is het voordeel en het nadeel van een Ecoline pen. Ja. Alles wat negatief is, werkt tegen of zoiets werkt. Maar dat is in het begin, zeg maar, vooral als je de techniek nog niet helemaal beheerst, is een Ecoline pen dan eigenlijk weer niet zo fijn, want dan is die weer te slap, zeg maar. Dus, en een te stugge pen is ook weer niet fijn. Dus het is altijd, koop gewoon een paar verschillende pennen. Je hoeft niet hele sets aan te schaffen, zoals ik net zei, koop 4 of 5 pennetjes en ga daar eens mee oefenen en dan merk je vanzelf, hey, die ligt fijn in de hand, daar kan ik het mee, daar ga ik mee oefenen en daarna kun je met alle pennen oefenen. Ecoline pennen, dat duurde bij mij ook een aantal weken voordat ik daar mee kon brushletteren. Voor informatie, hè? Oh, ik heb zoveel te vertellen. Eindelijk antwoord op de frustratie van die pennen. Nee, het ligt echt niet aan jezelf. Het is echt afhankelijk van de pen. Je ziet brushpen staan op de verpakking, maar niet alle brushpennen zijn hetzelfde. Het is echt, er zit zoveel verschil in. En kwaliteit verschilt tussen de inkt en, oh, hele stories.
Nou, dit zijn dan van die oefeningetjes, van die letters. En dan zie je dus, zulke letters die bestaan eigenlijk uit meerdere vormen. Dus je bent gewend om bij die lettertypes, zeg maar, hoort een soort sierlettertype, hoort bij, dit is zo'n basislettertype bij de brushlettering. En het lijkt alsof het aan elkaar is geschreven. Je weet wel, dat hebben we geleerd op school. En dat je gewoon een rits door kunt tekenen, zeg maar, door kunt schrijven. Maar met brushlettering doen we dat niet. Want je moet even elke keer een pauze nemen om even je hand op te schuiven. Want als ik zeg maar mijn naam zou schrijven en ik zou hem doorschrijven. Stel, ik leg mijn hand neer. En ik moet dus afwisselen, dik, dun. En ik ga doorschrijven. Dan kom ik een beetje in het gedrang en mijn pen die gaat steeds rechterop staan. En dat is niet de bedoeling, want ik wil graag dat mijn pen constant dezelfde schrijfhouding heeft. Dus daarom, dat is het oefeningetje met die G. Ik leg mijn hand neer, zeg maar. En dan kan ik één vorm maken, want dat is wat mijn hand aan kan. Dat is je reikwijdte, zeg maar. Meer lukt even niet, want dat hele grote letters maken wordt dus ook echt heel moeilijk. Dat kun je eerder met een penseel doen, zeg maar. Dus ik kan met mijn hand nu een ovaal maken. Dat zijn dus twee bochtjes. Even zie dat. Dun naar boven, dik naar beneden. En dan weer dik naar beneden en dun naar boven. Dus je moet hier even de ruimte nemen en de tijd om zo'n bochtje te maken. Dus twee keer. En als ik dat dus doe, dan schuif ik mijn hand weer iets op. En dan zet ik dus pas die lus erachter, of die J. Dus dat zijn twee stapjes. En die laat ik elkaar net raken. En zo krijg ik de letters. En zo ga ik alle letters ook aan elkaar schrijven. Dus als ik een... Marijke, je naam. Maar dat komt misschien omdat ik al zo vaak geoefend heb. Stel dat ik nu... Nou, Marijke had een vraag. Stel dat ik Marijke wil schrijven. Dan bestaat Marijke, en dat is wat ik in dit schrift dus aan wil tonen. Dat je Marijke dus, dat zijn heel veel verschillende vormen. Ik zal ze even laten zien met verschillende... Je kunt meeschrijven als je het moeilijk vindt op een lijntje te schrijven of zo uit je hand. Dan maak je even een lijntje, dat is helemaal niet erg. Dan begin ik dus met een boog. Dat is de eerste vorm van de M. En dan stop ik dus en ga ik de tweede zetten. Dan stop ik weer. En dan schrijf ik door tot aan de eerste vorm van de A. De A is dus ook een ronde, ovale vorm met zo'n boogje erachter. Dus deze, het zijn allemaal stapjes en vormen achter elkaar. Dus je bent de hele tijd even aan het pauzeren. En daardoor krijg je een naam die lijkt alsof het aan elkaar is geschreven. Maar je bent eigenlijk alles achter elkaar aan het plakken. Nou ja, dit is een beetje het idee. Dus dat is, nou ja... Ik ben al een half uur verder, bijna. Maar dat is dus oefenschrift 1. Heel veel tips, kleine tips, maar die zijn ja, heel handig dus bij de basisvormen. Nou, oefenschrift 2. Wat hebben we daar? Even kijken. Staat op. Oefenquotes, flourishing, bouncing en nog meer tips en tricks. Ook een superleuk oefenschrift met oefeningen voor dus oefenschrift 1 was echt wel veel oefeningen voor de koi en de ecoline en zeg maar de tombo en de edding. En hier heb ik wel ook wat kleinere letters toegevoegd.
Als je iets wil terugkijken, moet je even de video terugkijken hoor. Want ik ga anders. Ik wil gewoon lekker even heel veel vertellen. Nou, hier dus nog een keer de basis. Dat doe ik in elk overschrift. En dan heb ik weer. Dan bedenk ik gewoon wat leuke oefeningen. Dus hier heb ik geprobeerd uit te leggen wat dus je penpunt doet. Wat ik net uitlegde met dat blokje. Dat je hem dus 45 graden moet vasthouden. Met die E, hier heb ik nog iets dat die een beetje gekanteld is, maar het is eigenlijk links en rechts. Anders wordt het wel heel moeilijk. En hier zit een wat speelsere alfabet in. En eventueel met wat lijntjes eromheen, dat maakt het ook speels. Dat is zo'n bepaald steltje wat ik had met. Dat kunnen we leuk even oefenen met een fine-linertje. Ik weet niet of je een fine-linertje hebt hoor. Hoe je aan elkaar schrijft, dat je gewoon door moet schrijven. Bouncing, die is ook leuk. Dat is ook een trucje hoe je heel makkelijk je letters wat meer kunt laten springen. Dus daar zitten ook heel veel oefeningen in. Leuk om over te trekken en daarna zelf mee aan de slag te gaan. Daar is het een beetje voor bedoeld. Hier nog een leuke oefening om ook een ander soort letter. Ik heb geprobeerd elke oefenschrift wel een beetje variatie in aan te brengen. En hier achterin nog wat krullen, flourishing. Daar kun je ook lekker mee variëren. Dus dat kunnen we wel even bouncing met een flourish eraan. Is dat leuk? Dat we dat even heel snel. Heel klein even de basis uitgelegd. Even de bouncing. Dat is dit. Zal ik er even zo naast laten liggen voor degene die dat. Je hoort af en toe iets, maar dat is het, dus de lamp waar ik met mijn hoofd tegenaan zit. Even kijken. Is er nog opmerkingen? Nee. Nou, met bouncing. Ik pak gewoon even weer een lichtere kleur, want dan kan ik misschien nog een iets lichtere kleur. Even kijken of dit een goede punt is, want anders kan ik het verschil niet laten zien. Zien jullie deze? Ja, die zien jullie denk ik wel. Ik zie hem in ieder geval wel. Even kijken, nog een korte naam. Of ik zag daar in ieder geval Jo. Johanna, die had net een vraag gesteld. Kunnen we jouw naam mooi even gebruiken voor bouncing? Als je wilt leren brushletteren, dan schrijf je eigenlijk alles eerst op één lijn. De basis tussen twee lijntjes. En je gaat met de krullen. Dit is die X-lijn, zeg maar. Dus als ik Johanna, ik moet het wel even goed doen hè, met twee n'en, dan ga ik gewoon recht naar beneden schrijven. Dat is gewoon netjes schrijven. Doe nou misschien een beetje te snel voor de beginner, maar ik wil nog even wat uitleggen. Dik naar beneden, dun naar boven en denk aan die boogjes. Johan. Nou, ik heb al lang niet meer zo geschreven eigenlijk. Dat is een beetje de basis. En daar kun je alles van afleiden. Dat is al mooi, hè? Gewoon mooi netjes achter elkaar schrijven. Nou, dan kun je nog over discussiëren. Moet misschien nog allemaal dezelfde tussenruimte. Maar dan wordt het veel te veel die nette kalligrafie. En dat hoeft niet per se, vind ik zelf. Hoe ga ik dit nu wat springeriger maken? Want ik wil af en toe even door die lijn. En dan kun je dus met een potlood eventueel of met een al met een fineliner. Je wilt de bogen en de letters allemaal wat iets ja, wat danseriger maken. En dat doe ik dus door, hier zitten mooie twee van die lussen in. Die lussen, die doe ik ten eerste, die maak ik zeg maar wat boller. Dus zo'n J, die bolt uit naar die kant. En die wordt gewoon iets groter.
En zo'n H, die wordt ook wat groter en die buigt dus wat uit naar die kant. Dus dat is zeg maar 1, de lussen. Daar kun je al wat meer mee springen. Dan kun je bijvoorbeeld die O, die is nu heel netjes, die kan ik bijvoorbeeld... Dat ik die lus van die O, dat ik die letter wat ga overdrijven. Of ik maak hem iets groter. En dat kan, of je maakt er alleen een ovaal van. Dus je hebt meer variatie dan ik nu misschien zeg. Maar dat is dat je meer speelt met de letters en kijkt waar is nog ruimte. En dan kan ik met de lussen van bijvoorbeeld een H, een A, een N. Dat kan ik allemaal dus... Even door, zeg maar, dat hoeft niet altijd, door die basislijn, door die X-lijn, zeg maar. Dus dan kan ik deze wat meer naar beneden halen, maar dan laat ik de A, die kan ik bijvoorbeeld iets kleiner maken, die ovaal, en iets schuiner. Dus ik teken hem zo en dan ga ik hem zo maken. En die lus kan ik dan ook weer iets doorhalen. En het hoeft allemaal echt niet op dezelfde lijn. Dat is een beetje een spelletje. Ik begin meestal, de eerste is altijd wat langer en dan wordt die weer korter. Anders is het, het heeft ook te maken met leesbaarheid. En die N, dus de basis van de N hou ik weer tussen die twee lijnen. En dan kan ik die N ook weer lussen en deze wordt misschien weer wat langer. En dan wordt deze N weer wat korter. Dus het hoeft niet allemaal heel overdreven. En deze basis van die A, die blijft weer tussen die twee lijnen. En dan kan ik deze A, die kan ik heel erg overdrijven. En dan kan ik dan zo'n lus aanzetten. Dat is dat flourishing. En dit is puur een basislus die naar beneden gaat. Helemaal naar boven. En dan weer terug. Die kan bijna achter elke letter. Ik ben lekker buiten beeld aan het werken. Gaat heel goed zo. Dus die lus, die is te groot eigenlijk voor het beeld. En dat is lekker met de potlood oefenen. En dan ligt mijn hand dus ook niet meer op het papier. Want dit is veel te groot om te behappen, zeg maar. Dan krijg je kramp in je hand. Dus dan werk je meer vanuit je schouder. Nou, stel dat ik dit nu overschrijf met een brushpen. Ik had die lichte kleur even genomen. Dan ga ik dus deze lus, die gaat wat uitbuiken. Die O ga ik iets verfraaien, even wat groter maken. Deze lus wordt wat groter. Die basis van A wordt wat kleiner, zodat dezelfde plek er is. En je hoeft ook niet alles aan elkaar te schrijven. Je kunt ook een keer zo'n N stoppen en dan de A er gewoon los achter zetten. En dan blijft het wel... aan elkaar geschreven, dat lijkt wel op. Dus dit is het oefeningetje wat ik in hoofdstuk brushlettering oefenschriftje 2, ik ben tegelijk naar de comments aan het kijken en naar het scherm. Dus dat bouncing, dat willen heel veel mensen leren. Dat zit echt hele leuke oefeningen dus in het oefenschrift 2. En misschien een stukje flourishing. Je kunt zo'n lus van zo'n haar, die kun je natuurlijk ook gaan flourishen. Dus daar kun je ook eindeloos mee variëren. Het is echt super leuk om daarmee aan de slag te gaan. En het hoeft allemaal niet direct perfect te zijn. Dus allemaal van dit soort oefeningetjes maken, dat heb ik ook in het begin gedaan. En ja, dat is het leuke eraan. Je hebt een hobby. En je wilt wat leren. Dus dit is oefenschrift 2. Er zitten nog meer oefeningetjes in. Maar dit zijn ook hele leuk om te oefenen. Dan hebben we nog oefenschrift 3. Die heb ik volgens mij... Er zit elke keer volgens mij een jaar tussen. Die is van 2019. Toen was bullet journaling... nog zo leuk voor mijzelf. Ik ben er nu niet zo heel veel meer mee bezig. Maar ja, het komt natuurlijk altijd van pas om te kunnen brushletteren. Wat kan je oefenen met schaduw? Dat is ook altijd een heel veel gevraagde oefening. Van god, kunnen we dat gaan oefenen? Want ik
Ik vind dat nog best wel moeilijk. Iets met compositie, stijlen en ook van je bullet journal dus. Nou ja, dit is dus ook met hoe je een goede quote kunt opzetten. Hier zit nog een beetje een introductie dus weer in van hoe hou je je pen vast. Hier zit dus een basisalfabet in voor de wat kleinere brushpen. Ik zie allemaal mijn vraag is beantwoord. Super, leuk. Ik hoop, anders doe ik gewoon nog een keer zo'n live hoor. Want dan kun je direct even alles wat iedereen altijd vraagt even leuk doornemen. En dit is dus ook met het bouncing, dat je eigenlijk een basistekst hebt. En dan, hoe krijg ik die wat speelser en misschien met dat flourishing. En ik leg dat dus stap voor stap uit, zodat jij daarmee aan de slag kunt gaan. Superleuke oefeningen. Wat mooie siercijfers. Over composities, hoe je eigenlijk van een simpele quote, zeg maar, komt tot een mooie compositie van woorden en wat flourishing en wat bouncy letters erbij. En dat zijn dus ook wat meerdere oefeningen. Dat is nu voor nu denk ik een te lange. Die heb ik ook wel eens een live opgedaan. Misschien zit het nog wel op mijn Instagram. Zou je nog na kunnen kijken. Nou, wat zelf doen. Dit is met schaduw. Dat kan ik zo meteen nog wel even aan toelichten. Dat is wel leuk. Welk merk is de kleine groene brushpen? Oh, die wordt al beantwoord. Dit is een Pentel Touch. Die zijn er ook in super veel leuke kleurtjes. En die inkt is op water. Is allemaal waterbasis. Maar die verloopt. Stel dat je er met water overheen gaat, dan loopt het uit. Dat is bij heel veel brushpennen. Oh, allemaal stijltjes en nog meer schaduwen. Dat je misschien met puntjes en met een dikkere stift en met wat lijntjes erachter. Er zijn zoveel leuke manieren om je tekst op papier te zetten als je eenmaal kunt brushletteren. Met verschillende lettertypes, één soort quote. Dat je het afwisselt, het dik en het dun. Een beetje handlettering meets brushlettering. Een cactus even tekenen met je brushpen. Dit steltje, dat heb ik ook. Dat heb ik wel vaker gedaan op Instagram ook. Dat je zo'n wit lijntje met. Dat hebben jullie vast wel eens gezien. Met zo'n gelpen er overheen zet en dan wat schaduw aanbrengt. Is ook een superleuke stijl. Heb ik niet een heel alfabet in staan, moet ik zeggen. Maar wel een quote als voorbeeld. Patronen. Gewoon. Ja, van alles, ook bloemen. Dat sloot een beetje aan bij dat boek over brushpen, met brushpennen tekenen. Dat was in die periode volgens mij dat boek uitkwam. En hier wat strakkere letters voor in je bullet journal. En dus daar ook super leuke quotes mee maken. En dan kun je mooi kleurverloop weer gaan maken met blenden. Nou, ook weer bomvol. Zullen we iets doen met schaduw? Dat is altijd wel handig om te weten. En dit legt het eigenlijk al heel goed uit, dit oefenschrift, deze bladzijde. Want het is meer van, waar komt je licht vandaan? En waar je licht vandaan komt, daar zit geen schaduw. Dus zit je lampje aan de linkerkant van een letter, dan heb je aan de rechterkant de schaduw. Zit je meer bovenaan. Dus dat is voor jou, dat kies je zelf, hè? Dat is geen regeltje. Het is meer van, wat vind je fijn en wat vind je mooi? Dat is wel leuk om daarmee te oefenen. Zelf gebruik ik eigenlijk altijd deze. Zelfs bij mijn huisportretjes. Dan zit ik altijd, oh, de zon komt van links en alle schaduw zit aan die kant. Maar dat is gewoon een automatisme waarschijnlijk. En we gaan eens even brushletteren. Ik ga eens even die kooi. Ik heb een mooi blauw kleurtje. Dat is een vrij kleurtje. Ik ga geen pennummers. Het is gewoon iets wat ik heb gepakt hoor. Dus ik zie nog Nena. Zag ik ook. Die had even heeft gezegd van hé, dat is de Pentel. Dus als we brushletteren. Nena gaan we even. Dus het hoeft niet per se met een grijs of met een zwart. Je kunt natuurlijk ook je schaduw in een kleurtje. Dus ik ga weer heel basic brushletteren. Ik ga niet te veel
bijzonders van maken. Dit is dus de eerste vorm van zo'n hoofdletter. En pak ik hem hieronder weer. Want ik ga bijna eigenlijk nooit twee keer over dezelfde lijn. En dan ga ik hier weer de E eraan zetten. En dan ga ik verder met de N. En dan een A. Met de kooi vind ik het zelf ook altijd moeilijker om wat dunne lijnen te maken. Maar het hoeft ook niet super dun te worden. Want als er maar afwisseling zit tussen het dik en het dun. Dus als je heel erg moeite hebt dus met die dunne lijnen. Dan kan het dus misschien wel het antwoord zijn dat je dikke lijnen gewoon wat dikker moeten worden. Dan heb je meer dat contrast. En dan kan ik dus met... gewoon met een roze kan ik dus een schaduwlijn maken. En die zet ik dus allemaal aan de rechterkant van mijn letters. Van mijn, dus ik ben zelf rechts, dus makkelijk. Dus als jij links bent en je vindt het makkelijk, dan neem je de linkerkant hoor. Dus gewoon een, dus mijn zon komt van links. Dus achter dit haakje, daar zit schaduw. De zon komt van links, dus hierachter zit schaduw. En dat zit ook hierachter. Zien jullie dat roze? Of is het heel subtiel? Het is wel heel subtiel misschien, maar het is wel leuk, hè, die kleurtjes. En hier. Pak even deze. Gooi even afwisselen, kijken of dat de adding even... En je kunt overal even dikke schaduw achter zetten, maar je kunt ook, nu heb ik zeg maar overal een even dik lijntje. Ik pak weer even die oranje, kijk of dat wil. Maar je kunt ook zeggen van, vooral met zo'n brushpen, ik maak zeg maar veel dikkere schaduw achter die dikke lijnen en een dun schaduwtje achter die dunne lijnen. Dus daar kun je ook nog mee variëren. En je kunt ook heel simpel met je potlood een soort schaduw op iets afstand maken. Dus dan hou ik zeg maar tussen de letter en de schaduw hou ik bijvoorbeeld 1 millimeter afstand. En dan komt je letter ook een beetje naar voren. En dat is maar net wat voor kleur pen je gebruikt of hoe dik je op je potlood drukt. Hoe ver, zeg maar, hoe meer, hoe het schaduweffect is bij je letter. Dichtbij houden. Zien jullie dat? Dit is ook heel leuk, hè? Het is echt super subtiel, maar ja, het hoeft niet per se met grijs te zijn. Dat is soms ook best wel saai. Dus lekker spelen met kleuren en dan krijg je van die leuke effectjes. Hoe leuk is dat als je alleen dit al op een labeltje schrijft en je doet het aan een cadeautje en je maakt er nog een paar stipjes bij, die kun je gewoon met de hand erbij stippelen. Een beetje confetti bijvoorbeeld eromheen. En dan heb je al een heel gezellig handgeschreven kaartje. Dat is een rap tempo werken. Ik weet niet of dat lukt allemaal om mee te schrijven en om mee te doen hoor. Dus moet je echt wel even terugkijken. We hebben nog ongeveer 10 minuutjes en ik wil nog even... Oh, wat jammer dat hij steeds vastloopt. Maar ik ga hem opslaan en dan lekker op YouTube zetten. En dan kun je hem ook heerlijk pauzeren. Dus ik hoop dat de kwaliteit goed is straks. We gaan nog even naar mijn vierde oefenschrift. Dat is niet nummer 4. Maar dat is dus, heb ik genoemd, ABC. Want die hoort bij mijn boek Alphabet. Dat is mijn laatste boek. Daar zit trouwens ook een videocursus bij. Dus als jij dit boek koopt, dan zitten hier van die QR-codes in. En daarmee ga je naar speciale video's. En dan kun je ook met mij meedoen. En dan leg ik ook uit hoe ik dit soort leuke effecten en een stukje basis over brushlettering. Ja, heel veel soorten letters. Ook heel leuk, vind ik zelf. Maar dus dit is het vierde oefenschrift, ABC, de paarse. En dat is dus, zoals het al zegt, gewoon verschillende lettertypes voor brushlettering.
ook voor allerlei verschillende pennen weer een stukje basisuitleg van hoe je de vormen maakt. En dan zitten daar, ja, hoeveel soorten A kun je maken? Ja, dus oneindig, hè? Allerlei. Dus wil je een keer een mooie naam schrijven met een letter K, dan heb je een soort voorbeeldjes hoe je dit allemaal aan kunt pakken. Dan kun je daarna wel weer met een basislettertype verder schrijven. Maar als de eerste letter al er super mooi uitziet van een Zara, of dan kun je al lekker uitpakken met zulke letters. En dit vind ik ook een heel leuk lettertype met die blaadjes. Die heb ik ook wel eens in een live gedaan met verschillende kleurtjes. Oh, daar kun je ook echt super leuke dingen mee maken. Dus veel van deze lettertypes staan dus ook in het boek, maar hier dus als oefeningen. Dit is weer met een Pentel. Dit lettertype kun je dus weer goed met een Edding of met een Tombow oefenen. Zo kan sierlettertype. Dit ook weer wat strakker. En dit kun je weer met een lekker even uitpakken met een Ecoline pen. Heel basic. Dit is echt weinig overgangen. Dus gewoon lekker strepen maken. Maar dan krijg je wel een heel gaaf lettertype van. Dit is een van mijn favorieten. Een beetje architectstijl, zeg maar. Die vind ik echt zo leuk. Mooie strakke letters. Ook met de Pentel heb ik die gedaan. Dit dus met, dus die kun je dan weer met de Pentel oefenen. Pentel Touch bedoel ik dan. En deze dan weer met de Koi of de Tombow of de Ecoline. Dus lekker heel veel afwisseling. Echt van die reclame letters. Ook een beetje oefeningen erbij hoe je die opzet. Kun je ook echt super gaaf maken met Ecoline pennen. Dus elke pen heeft weer zijn. En dit een beetje met die serif, alles door elkaar. Beetje speels en grappig. Nou ja, een oefenschriftje dus vol met alfabetjes, met lettertypes. Dus en daar heb ik ook al zo wat oefeningetjes uitgedaan. Deze zit ook wel in een oude live van mij. Moet je even bij de IGTV, zeg maar, van Instagram kijken. En kunnen we deze wel even heel basic een naam maken van iemand. Even kijken. Swanette was de laatste. Ik ga even jouw naam maken. Lekker lang. Gaan we gewoon even lekker oefenen met deze oefening. Dus dan draai ik mijn papier even. En dan even een mooie Ecoline kleur uitzoeken. Ecoline heeft heel veel mooie blauwe en van die groene. Dit is van Felle. Maar dit is een mooi groen. Nou, kijken of het zo lukt uit de hand, hoor. Tijd in de gaten houden, want ik weet niet of Facebook mij eruit gooit na een uur. Nou, ik zet zo wat lijntjes op papier om je even. Het is ongeveer 3,5 centimeter. Vaak is het ook een heel hoog doe maar wat gehalte. Dat heb je waarschijnlijk inmiddels wel door met mij. Maar dat is juist het, ook het leuke eraan. Ik ben wel een perfectionist, maar soms ook helemaal niet. Dan is het echt, dan is het doel is gewoon leuke dingen maken. En dan, dat kun je alleen maar door lekker te doen. Dus mocht je mee willen doen, dan zijn dit echt hele makkelijke letters om te maken. Het zijn vooral strepen. Dus een Z is een dwarsstreep. En dan een dunne streep. Dus dan ben ik een beetje dat idee van brushlettering een beetje aan het verlaten, zeg maar. En dan maak ik hele basic letters. Dus het is eigenlijk een beetje, ja, wat is het? Handlettering misschien met je brushpen. Je kunt soms wel even wat spelen met de letters. Het hoeft niet allemaal even groot en even lang te zijn. Maar het is wel fijn om even twee lijnen te hebben. En daar tussen te blijven. Dus dan wordt die weer dik.
En een A met zo'n leuk puntje erbij. Een beetje onderaan. Het is allemaal fantasie. Ik heb allemaal lettertjes bedacht. Een N zijn er weer twee dikke strepen. Dus je hebt hier eigenlijk weinig te maken met boogjes. Dit is echt wel even spelen met de Ecoline pen. En juist als het niet helemaal netjes is en soms een beetje scheef. Dus het gaat niet alles precies, want dan valt het juist op dat de Oswanette is met twee N'en. Oh. Denk het wel, hè? Ik weet het al niet meer. Nou heb ik een fout gemaakt. Sorry, we gaan gewoon verder met twee. Dan wordt het Zwanette. T. En nog een T ernaast. En het hoeft allemaal niet even grote letters te zijn. Soms kun je deze even een beetje schuin zetten, zodat ze dan wat mooier naast elkaar passen. En dan kan de E er ook weer bij. Zo. Oh nee, goed zo. 1 N is toch correct. Oh. Twijfel, twijfel. Nou, en dan kun je hier ook weer superleuk schaduw, net iets lichtere tint misschien. Even kijken wat van... Welke had ik nog niet laten zien? Wat ook een hele fijne is, dat zijn de pennetjes van Stabilo. Ik vind ze wat moeilijk om aan te komen. Waarschijnlijk bij Bruna of bij dat soort winkels. Die zijn ook heel fijn. Die had ik nog niet laten zien. Die punt is wel een beetje vergelijkbaar met de Eddingpunt. En hij is net iets kleiner. Net iets... Dus dat zijn deze. Ja, je kent die Stabilo. Maar dan moet er dus op staan Pen 68 Brush. Die is ook heel leuk. Is daar nog een ander leuk kleurtje van? Ja. Dit is ook een leuk kleurtje. En twee T's, hè? Echt goed, hè? Ja. Ja, het zijn een beetje speelse T's. Dus dan komt mijn zon. Ga ik nu even van deze kant. En dan stop ik zo, hè? Ik ben al heel blij dat jullie al zo lang meekijken. Faber-Castell. Oh ja, die heb je ook nog. Die zijn ook super fijn, ja. Die gebruik ik zelf wat minder vaak, moet ik zeggen, hoor. Maar die gebruik ik wel veel voor schaduw. Nou, zo'n beetje afwisselend. Een lijntje daaronder misschien en daarnaast. En dat is leuk. Gewoon eens kijken wat komt eruit. En als het niet wat is, dan gooi je het blaadje weg. En dan begin je opnieuw. Maar zo krijgt hij net wat meer schwung. Hoe heet die van Stabilo? Ik zal hem even laten zien. Dit staat erop. Stabilo Pen 68 Brush. Dat is ook de officiële naam. Die zijn ook per setjes van 6 of zoiets te koop. Nou, dit is dus in een sneltempo, maar wel in een uur. Een beetje brushlettering. En wat je allemaal mee kunt. En wat er allemaal voor verschillende brushpennen zijn. Ik denk dat ik het nog wel een keertje weer ga doen. Want ik weet niet of er zoveel meegeoefend is, zeg maar. Of dat gelukt is. Maar misschien kun je, als je het terugkijkt, misschien nog een keer wat op een rustiger tempo pakken. Even een witte schaduw met bouncy letters. Hoe schrijf ik aan elkaar? De basisvormen. En welke pennen zijn er eigenlijk? Dus nou, dat is al best veel. Dus best veel informatie in een wat langere video. En leuk dat jullie er waren en dat jullie even de tijd namen. En toch nog meegeoefend. Leuk, Sanne. En mocht je vragen hebben, dan kun je altijd nog een berichtje sturen. Ik vind het heel leuk om deze hobby te delen. En door de huisportretjes was het misschien even wat naar de achtergrond. Maar ik doe het eigenlijk nog bijna dagelijks. Dus bedankt voor het kijken. Ik ga nu heel gewoon mijn best doen om de video op te slaan.
En dan kunnen jullie hem terugvinden op YouTube. En op Facebook laat ik hem denk ik staan. Dus bedankt. Tot de volgende keer. Hoi hoi.